Goedenavond, dit is Reijerslaat van donderdag 16 januari en een warm welkom aan Alfons van Steenwegen, een man die we blijkbaar al maar vaker nodig hebben. Hij is relatietherapeut. You can call me Dr. G. Dr. G. Goedenavond, professor. U hebt er al een lange carrière op zitten, hè, als relatietherapeut. Hoe lang bent u precies bezig? 40 jaar. Dat is lang. Ja. U hebt intussen de samenleving, denk ik, enorm zien veranderen en ook de koppels. Inderdaad. Problemen. Ik denk dat er drie veranderingen zijn waar ik iets wil over zeggen. De eerste is in mijn eigen praktijk. Toen ik 35, 40 jaar geleden begon met relatietherapie, was het probleem heel dikwijls dat één van de twee, vooral de vrouw, zich opgeofferd had om haar man gelukkig te maken en naar boven te dragen. En die vrouw die werd daar bitter van. En de therapie bestond erin om die te versterken. Dat is een ervaring die ik toen had in therapie. Nu zie ik in therapie veel mensen die vooral zichzelf willen realiseren. En dat staat een beetje in tegenstelling met echt relatie maken. Dus ik zou zeggen, toen te veel opoffering, nu misschien wat te weinig. Ja. Dat is zijn we te egoïstisch geworden? En... Wel, het is goed zorgen voor zichzelf. Maar het is niet hetzelfde. Goed voor jezelf kunnen zorgen betekent nog niet dat je goed voor een partner kunt zorgen. En ook dat maakt mensen tevreden. Mm-hmm. De tweede verandering is de verandering die ik gezien heb in het huwelijk. Het huwelijk is, zoals u wel weet, helemaal veranderd. Veel meer scheidingen. Het huwelijk is bijna verdampt. Als instituut bijna verdwenen. We mogen niet vergeten, de helft van onze bevolking zit nog tot het einde van de jaren samen in een huwelijk. Maar er is daar toch heel veel veranderd. Ja. En de derde verandering, daar worstelen we allemaal mee. En dat is dat van 1900 tot nu het huwelijk veel meer een intieme relatie is geworden. 100 jaar geleden was een huwelijk een samenwerkend genootschap om te overleven. Nu is een huwelijk een gevoelskwestie geworden. En dat is moeilijk. De tweede verandering is, 100 jaar geleden was het huwelijk een hiërarchische relatie ter bescherming van de vrouw die afhankelijk was. En weet u dat slechts in 1975 in de Belgische wet man en vrouw gelijkgesteld zijn voor het huwelijk? Dus wij worstelen nog met die gelijkwaardigheid. Ja. Ja, want dat verandert onze conflictoplossing. Ja. En natuurlijk, professor, zoals we nu allemaal zo lang leven, een huwelijk duurt natuurlijk ook veel langer dan vroeger. Het kan veel langer duren. Ja. Er zijn huwelijken die stuk lopen en soms kan het goed zijn om te scheiden en zelfs moedig. Maar het verlangen van de meeste mensen is toch om een langdurige, blijvende relatie te hebben. Het Europees waardenonderzoek toont dat altijd opnieuw aan. We willen eigenlijk met onze vaste partner toch zo lang mogelijk goed samenleven. Nu, u hebt daar al heel wat boeken over geschreven. Een bestseller, laat ik het zo noemen, is Liefde is een werkwoord. Een ongelooflijk succes, vertaald net in het Frans, zelfs in het Chinees. Nu hebt u een nieuw boek, Liefde aan het werk. Het woord werk komt voortdurend terug, hè? Ja, dat is een opmerking die we wel maakt en ik vind dat heel belangrijk. Kijk, er zijn twee manieren om over liefde te denken. Enerzijds liefde als een gevoel. Ja, in de verliefdheid bijvoorbeeld, hè? Gevoelens. En anderzijds liefde als inzet. En mijn boeken gaan niet zozeer over dat gevoel, want dat gevoel dat overkomt ons en dat verdwijnt weer. Verliefdheid komt en gaat, dat weet iedereen. En het is pas als de verliefdheid over is dat de werkelijke relatie kan beginnen, in zekere zin. Maar mijn boeken gaan over het stuk van de liefde dat je in handen hebt, waar je iets kunt aan doen, waar je af en toe misschien het wat beter met je partner kunt hebben. Ja, ik kijk eens even rond. Klinkt dit bekend in de oren? Nou, het is zeker een heel, heel interessant onderwerp. En wat jij zegt van... Kijk, in de boeken van Dostojevski werden ze vaak 40, zo beschrijft hij het ook. Mm-hmm. En nu worden we natuurlijk gemiddeld 80. Mm-hmm. Dus ik heb met mijn dochter daar ook wel gesprekken over. Van hoe ga je dat invullen? En de verwachtingen van de prins op het witte paard. En dat je mislukt bent als dat niet lukt. Probeer ik haar mee te geven dat ze in ieder geval niet mislukt. Ja. Mocht dat niet lukken. Nee, want tweede relaties kunnen heel goed zijn. Ja. Nou, dat is bekend. Ze zijn meer breekbaar dan eerste. Maar ze kunnen heel goed zijn. Veerle, liefde is dat werken?
Ik vind dat wel, maar ik vind dat dat ook zijn vruchten afwerkt. Afwerkt. Dat is iets anders. Dat is een kleine ding. Nee, maar ik merk ook wel dat het geluk van het langer samen zijn. En als je eenmaal dat zijn gepasseerd, dat gevoel hebt gehad, wil je dat ook blijven bewaren en bewaken. En zeker ook met een kind erbij. Ja, ja. Kinderen. Zeer belangrijk natuurlijk. Hè. Kinderen veranderen de relatie radicaal. Mm. En dat is ook weer iets anders. Want mensen die kinderen hebben, die zouden zorgvuldig moeten nadenken als ze eventueel denken aan scheiden, dat ze dat toch niet impulsief doen, maar echt goed nadenken. Het kan soms nodig zijn. Gebeurt het te veel impulsief volgens u? Wel, ik vrees dat wanneer we het onderzoek zien over kinderen na scheiding, en dat is een onderzoek dat geen plezier doet, maar wel een feit is, dan blijkt toch dat scheiding voor kinderen eigenlijk altijd wat beschadigt. Mm. En dat weet iedereen. Hè? En dus de hele kwestie is of iemand die leeft in een gezin met veel conflicten en veel ruzies en geweld, of dat erger is dan voor een kind dan het meemaken van een scheiding. Wetenschappelijk hebben we daar geen antwoord op, omdat dat niet onderzoekbaar is. Ja? Je kunt niet gezinnen met grote conflicten gaan controleren en dan scheidingen gaan vergelijken, want het zullen altijd andere gezinnen zijn. Ja, maar ja. Ik begrijp u goed dat u zegt een beetje vechten en ruzie maken tot daaraan toe. Maar dat is toch niet zo erg als ja, kinderen die een scheiding... We weten het niet. Misschien blijf je dan beter samen, zegt u. Soms is het nuttig om samen te blijven voor de kinderen. Ik heb al mensen gezien die elkaar terugvinden in de relatie, om het zo te zeggen. He, dat kan. He. Maar in alle geval is het zo dat bij scheiding, wanneer de kinderen in het spel zijn, er toch heel zorgvuldig zou moeten nagedacht worden. Het kan nodig zijn, ja. Maar zorgvuldig beslissen is toch belangrijk. U geeft hier heel wat praktische adviezen in dat boek. Komen uit uw praktijk. Wat is zoiets dat heel dikwijls werkt? Ik ga een ding noemen, want er staan veel dingen in, maar ik heb wel eens paren aangemoedigd om met elkaar een afspraak te maken in de stad. En nu zult u zeggen, ja, dat is gek, want we zien elkaar zo dikwijls. Maar dat is juist het punt. We zien elkaar zo altijd in die vaste vorm, bij het ontbijt en 's avonds enzovoort. Maar als je met twee afspreekt in de stad, dan krijg je het volgende. Eén van de twee is daar eerst. Die zit te wachten op de ander. De ander komt, die denkt, is de eerste er al? Je kijkt uit, je ziet elkaar opnieuw. Er komen flitsen van vroeger terug. Het kan ook even irriteren, ze is weer te laat. Maar het kan ook zijn van flitsen van verliefd. Ja, ze, hij, zo. Ja. Ik geef voorbeelden die realistisch zijn. Ja. Oh, ja. Maar op dat ogenblik kijkt men uit naar elkaar. Ziet je dat? En men verwacht, en het is verrassend. En het vernieuwt een stukje de relatie. Zoals een goede vakantie ook de relatie kan vernieuwen, omdat de routines doorbroken worden. Het is dat wat ik wil zeggen. En hij of zij, hè? Onder ons gezegd. Ja, dat is zoals in academische publicaties. Dokter Colemon, ik zie u zitten knikken. Dit is herkenbaar voor u? Het is herkenbaar voor mij. Ik ken de professor uit een vorig leven. 25 jaar geleden heb ik zijn boek ook gelezen. Mm-hmm. Ben ook bij hem geweest. Ja. Niet om over dat boek nodig? Ik had dat boek nodig. Ja, ik had dat boek nodig en ik ben niet bij hem geweest om over darmkanker te spreken. Mm-hmm. Over een relatie die stuk gelopen is. Ik heb jammer genoeg geen kinderen. Ik kan nu gelukkig zeggen dat ik dit jaar 10 jaar gelukkig getrouwd zal zijn. En dat we 15 jaar samen zijn. En dat wij een wat aparte relatie hebben, want de Dolomieten zitten ertussen. En het feit van dat afspreken en elkaar zien en aan elkaar uitkijken, dat beleef ik om de 2 weken. Ja. En dat houdt waarschijnlijk, is mogelijk een reden dat A, de relatie in stand houdt, en B, dat ik zoveel tijd heb voor stopdarmkanker. Ja, het is eigenlijk nu het moment, hè, nu we aan de tafel zitten, heeft iemand nog een vraag voor de professor? Iemand nog enige therapie? Veel, niet, ja? Maar ik ga ze nu niet zeggen. Ja. Mensen hebben ideeën over therapie. Misschien is dat ook belangrijk om even te zeggen. Men denkt zo'n beetje over relatietherapie, dat is als, zoals ik ga met mijn wagen naar de garage, ik geef die daar af en ik krijg die gereviseerd terug. Zo noemen wij dat. Hè. Mm-hmm. Dat is het helemaal niet natuurlijk. Hè. Relatietherapie, dat is met z'n tweeën aan het werk gezet worden over je relatie. En die therapeut die zegt niet wat je moet doen.
maar die zet je wel met elkaar aan het werk om oplossingen te vinden die wij met z'n twee nodig hebben voor ja. onze relatie. Ja. En dat lijkt me belangrijk. Mm. Professor, dit klinkt allemaal heel, heel interessant. Toch hoor je heel vaak mensen zeggen, vandaar ook al die echtscheidingen, het is op, het is weg. Mm-hmm. Ik ben niet meer verliefd. Oh, als we de relaties alleen zouden houden die waarbij we verliefd zijn, dan zouden we er allemaal veel hebben en heel kort. Hè? Ja. Het is eigenlijk belangrijk om te beseffen dat in een duurzame relatie de gevoelens ook een tijd lang echt weg kunnen zijn. Ik noem dat de woestijn. Je zit een paar maanden, zijn de gevoelens, ik voel niks meer voor u. En zelfs omgekeerd, dat er kunnen negatieve gevoelens zijn. Men is aan elkaar geërgerd. Soms heeft men de pest aan elkaar. Men haalt elkaar het bloed onder de nagels uit. Dat is allemaal deel van een goede relatie. Ja. Want nadien ontstaat er ruzie en zijn ze weer betrokken op elkaar. Want ruzie is betrokken zijn. En dus zie je dat een relatie niet is dat fantastische gevoel de hele tijd. Nee, het zijn momenten waarop het beter is. En er zijn momenten waarop het heel saai is en heel vervelend. Maar ook dat is deel van een goede relatie. Oké, en dus zolang je eigenlijk je ergert, is dat goed? Zolang je ruzie maakt, is dat goed? Beter ergeren dan onverschilligheid. Ja. Onverschilligheid doodt relaties. Verschilligheid houdt relaties levendig. En dat is heel belangrijk. Ja, inderdaad, we hadden het over dat ruzie maken kan, denk ik, soms in relaties heel hevig zijn. En we zien dat ook in het volgende fragment, waar we toch ook van mogen genieten. Mensen gaan dood aan de onnozelste dingen. En misschien kozen ze niet tegen de veiligheid in ons kot. Hè? Misschien hadden we ergens iets verkeerd gegeten of hadden we haar lakentjes wat meer... Wat zeg jij nu? Wie ververste haar lakens? Wie gaf haar eten? Wie kookte er voor mijn bel? Elke dag vers, elke dag bio, dat was ik. En wie kastte ons kot? Ik zeg maar wat, meisje. Het konden ondertussen andere dingen geweest zijn. Jij stik het op mij. Jij stik het op mij. Nee. Jij stik het op mij. Nee. Natuurlijk, mogen niet vergeten, de inzet is heel dramatisch. Maar dat... Dat ruzie maken, Veerle, je kan het goed, denk ik. Dat was mijn eerste reactie. Want ik kan bijvoorbeeld heel moeilijk ruzie maken. Dus ik ben daar gelijk al jaloers op zo'n scène. Dat ik denk, dat moet wel kunnen. Ja. Nee, laat ik het jou anders vragen. Laat ik zelf iets toegeven. Bij mij, ik ben over het algemeen een heel rustige persoon. Maar als ik ruzie maak, kan ik wel eens heel hard letterlijk met de deur kletsen. Nee, maar ik ben wel een ruziemaker, hoor. Ja? Er zijn wel een paar mensen die dat zullen kunnen beamen. Ik heb het liever allemaal eruit, maar ik ben daarna ook wel een wegloper. Een wegloper. Ja, en ik ben weg. Ja? Dat klinkt bekend, professor. Wat ik hier in de scène zie, dat is eigenlijk heel interessant. Moesten die twee mensen in plaats van te schelden hun verdriet en hun ontgoocheling aan elkaar kunnen zeggen, zouden ze wellicht dat drama kunnen verwerken. Maar nu wordt er een schuldige gezocht of er worden verwijten over en weer geslingerd vanuit hun frustratie. Zij doen dat niet voor hun plezier. Ze zijn allen twee heel zwaar ontgoocheld en heel zwaar aangetast. Mm-hmm. En dus wat belangrijk is, als ik mijn ontgoocheling aan jou kan zeggen en jij kunt die van mij horen en omgekeerd, dan kunnen mensen met zo'n verlies toch een binding vinden. Ja. Maar ik geef het toe, er zijn ook mensen die door zulk een verlies elkaar kwijtgeraakt. Ja, dat hoor je veel, dat niet kan goedgemaakt worden en eindigt in een echtscheiding. Ja, ik zeg even wat ze zouden moeten kunnen, maar niet iedereen kan dat natuurlijk. Hè. Maar ik ben ervan overtuigd, moesten zij kunnen hun frustratie, hun verdriet aan elkaar vertellen op een manier die verstaanbaar is en elkaar daarin begrijpen. Ik heb paren gezien die na zo'n ernstige trauma elkaar hebben gevonden op een dieper niveau. Mm-hmm. Ja. Opvallend is ook januari is een heel moeilijke maand, las ik. Wel, ik ken de statistieken niet, maar bij het begin van het jaar zijn er veel mensen die plannen maken en die evalueren. Ook hun huwelijk. Ja, en die... eerst de fitness en dan ook de evaluatie van het huwelijk. Dan. En dan het huwelijk bekijken en dan weer tot de vaststelling komen wellicht dat het niet veel verbeterd is en dat de voornemens niet vervuld zijn en dat hij of zij het al 100 keer heeft beloofd, maar dat het niet gebeurt. Enzovoort. En dan heb je mensen die daaruit besluiten trekken. Ja. Ja. Maar ik wil op een positieve noot eindigen. Want we blijven wel trouwen en er dus ook echt in geloven. Inderdaad. De enquêtes bij de bevolking leren dat mensen graag willen
samenleven. Dat hoeft dan niet een huwelijk te zijn, helemaal niet, maar een samenleefrelatie die duurzaam is en die deugd doet. De fout is dat sommigen de perfecte relatie willen. Die bestaat niet. Huwelijksgeluk, dat valt uit de lucht. Maar huwelijkstevredenheid, die kun je met elkaar wel maken. Daar kun je iets aan doen. Maar om te eindigen met wat ik zei in het begin, we hebben niet alles in handen. Dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. En je kan niet alles met therapie oplossen. Nee. Maar ik onthoud ook, we moeten sneller tevreden zijn, misschien. Wel ja, de verwachtingen wat lager stellen kan ook meespelen. Maar er blijven aan werken, hè. Laten we het werkwoord niet vergeten. Mm-hmm. Oké, okay. Laten we dat niet vergeten en er straks allemaal aan beginnen. Professor Alfons van Steenwegen, ik dank u hartelijk. Dag.